Ja. Er zit steen onder. Ja, en dan zie je deze. Die. Ja? Oh, als ik hem zo doe. Oh mijn god, is dit het? Dit is het wel. Laten we dan maar blauw pakken. Want ik dacht dat ik rechts water hoorde, maar dat zal dan wel hier zijn. Wat is dit dan? Huh? Wat is dit? Even kijken. Waar gaat dit heen? Kijk, dit gaat... Oh mijn god, dan kom je hier uit. Het is... Wat is dit? Oh mijn god. Nee, dat is het virus. Huh? Wow, wat is dit? Ik vind dat geluid niet leuk. Oh mijn god, nee, nee, nee! Je hebt het dus gevonden. Wat gevonden? Waar heb je het over? Nee! Huh? Oh mijn god, nee. Jongens, we zitten opgesloten. Oh mijn god, het laatste letterlijk wat ik weet is dat Frederik... Die stond ineens achter me. We waren bij het hart van het virus gekomen, volgens mij. Vervolgens staat Frederik achter me en zegt... Je hebt het gevonden, zei hij volgens mij. Hij rent op me af en boem, ik ben hier. Hij zou me hier wel heen hebben gebracht op een speciale manier en zo. Maar oh mijn god, dit zijn de kerkers onder het kasteel. Hier ben ik wel eens eerder geweest. Maar ik kan me niet herinneren dat het virus zo erg was hier. Of dat het virus zo erg was. Was hier nooit een virus. Oh, dat vind ik geen leuk geluid. Dat vind ik leuk, geen leuk... Waar komt dat vandaan? Waar komt het vandaan? Oh mijn god, het is ook paars allemaal. Waar komt dat vandaan? Oh mijn god. Nee, nee. Is dat Frank? Waarom doet... Nee, dat is Frank helemaal niet. Wat is dat? Hé? Bob! Nee! Bob! Wat is er met je gebeurd? Kom eens uit de duisternis. Kom eens hier. Bob! Ik dacht dat het virus, dat jij genezen was van het virus. Oh mijn god, wat is er met je gebeurd? Ja, dat dacht ik ook. Oh nee. Je was letterlijk... Je zag er nog wel slecht uit, maar het virus was niet... Ja, ja, ik zag er heel slecht uit, maar... Oh, blijf uit mijn buurt. Blijf uit mijn buurt. Oh. Alsjeblieft. Ik kon er niks aan doen. Ja, ik was bijna klaar en... Bob, rustig aan, rustig aan, rustig aan. Ja, je weet wel dat ik een beetje druk ben altijd. Nee, ik weet het, maar... Wacht. Oh mijn god, hoe ben jij hier terechtgekomen? Wat is er gebeurd? Ik weet dat ik had het hart van het virus gevonden. De kern, als het ware. En toen ben ik hier terechtgekomen. Maar wat doe jij hier? Ik dacht dat jij het tegengif aan het maken was. Ja, daar was ik ook. En ik was bijna klaar. Maar weet je wat het is? Ik was echt nooit... Ik moest nog één stap. En dan was ik klaar geweest. Oh, mijn god. En toen keek ik achter me. Zo deed ik toen. En toen, ja? Toen stonden er ineens 25 bewakers. En die pakten me bij mijn voeten. Met elke teen, elke vinger. Elke bewaker had één teen. Opkom. Ja, elke bewaker één teen. En eentje pakte bij mijn oren. Bob, wacht maar. Even terug op netjes. Zeg, je was klaar. Er hoefde nog maar één ding. Waarom heb je tegengif niet aangezet? Nou... Daar wilde ik het met jou over hebben. Wat dan? Hoezo? Je kon toch gewoon letterlijk aan, tegengif, iedereen is genezen, klaar. Dan hadden we deze zo hier allemaal niet meer gehad. Dan hadden wij hier niet meer... Had ik gewoon vrij kunnen rondlopen. We zitten nu vast. Ja, was het maar zo'n feest inderdaad. Maar goed, het leven van een dokter is niet altijd makkelijk. Het leven van een dokter gaat niet over rozen. Nee, dat snap ik. Ja. Lang geleden was ik in mijn lab was ik bezig. En ik was overal bezig met het virus te versterken om alles helemaal top te maken. En wat er toen gebeurde, dat was magisch. Het blok werd langzaam groener en groener. En wat het mooie was, is dat ik dacht, we zijn er. Dus ik ging door. Ik ging door met maken en maken en maken. Totdat ik de magische hendel wilde overhalen van mijn ziekenhuis met het Rode Kruis. Ik dacht, we gaan ervoor. Maar ik wist dat er iets moest gebeuren. Dus ik dacht, ik moet contact opnemen met jou. Oh nee, niet met jou. Nee, met Walboud, dacht ik. Ja, dus ik wilde alweer de intercom gaan bereiken. Alleen toen hoorde ik voetstappen geklop en geklap. En toen keek ik achterom. Nou, keek ik eigenlijk naar rechts. Links. En toen zag ik ze, ik schrok me helemaal, het lab Lazarus. Inderdaad, het lab Lazarus. Maar daar stonden ze, de 25 bewakers. En toen wist ik het. Ik was de winnaar. Ja, dus dat eigenlijk. Ja, jemig, Bob, wat een verhaal, hé. Dus je was eigenlijk zo goed als klaar. Maar nogmaals de vraag, waarom contact opnemen met mij als je het virus gewoon ook al kon bestrijden, het tegengift aan kon zetten en gewoon... Je had mij er toch niet voor nodig, het is de hendel overhaal en klaar. Nee. Hoezo nee? Nou, dat ga ik je eens even haar fijn uitleggen. Leg jij dat eens even haar fijn uit. Nou, daar gaan we weer. Weer een verhaal van Bob. Ja. Kijk, het virus, dat is een hardnekkig ding. Je ziet het, hier groeit het ook. Het groeit overal. Ja. Maar hoe is het op te lossen? Het is op te lossen door de hendel over te halen en het virus te laten verspreiden.
Maar die nee, het virus niet te laten verspreiden. Het tegengif nee, laten verspreiden. Hallo, sorry, hier is het virus. Zit helemaal, ja, het tegengif zit in je kop. Oh. Het virus zit in je kop. We moeten het tegengif laten verspreiden. Ja, dat bedoelde ik ook. Dat bedoelde maar, ik ook. Maar als die hendel wordt overgehaald, wat er dan gebeurt, is dat al die energie die daar is verzameld door die beacons, die wordt in die kamer gezogen, snap je dat? Ja. Waardoor het virus opgeslokt wordt in die kamer en de buitenwereld bevrijd wordt. Wat dus betekent dat iedereen in die kamer, ja, die gaat dood. Die gaat dood? Ja. Oké, kijk, dan snap ik dat jij dat niet wil, maar als ik dat doe, ik respawn toch gewoon en klaar, weet je. Ja, dat is het volgende. Kijk, het is, dat zal je denken inderdaad, want we zitten mooi in een spelletje, mooie komt het fijn spelletje. Ja, dat snap ik. Alleen dan zou ik toch gewoon respawnen en klaar. Nou, dan heb ik een volgend leven heb ik gewoon weer gezond en zonder dat rare virus. Nee. Dat werkt niet zo? Nee, zeker niet. Want er wordt zoveel rode energie, rood en paarse energie, die kamer in gebonjourd. Nee, dat gaat niet meer. Nee. Oké. Nee, dan snap maar goed, ik dat als jij het wil doen, dat mag je proberen. Maar kijk, ik doe het liever niet. En, nee, dat snap ik. Ik heb nog heel graag te leven. En dat wil ik eigenlijk alleen, ook wel. Ja. Dus daar moesten we wat op verzinnen. En daar moest ik jou over contacten. Ja, dat snap ik. Maar het virus is hier, het druipt hier overal, weet ik voor wat allemaal. Maar ik heb een idee, Bob. Daarvoor moeten we wel samenwerken. Oh, wat gebeurt er met je? Oh mijn god, Bob, rustig. Rustig. Daarvoor moeten we samen... Bob, hoor je mij nog? Hallo? Daarvoor... Ja. Oh nee. Ja. Daarvoor moeten wij samenwerken en dan gaan we samen ontsnappen. Dan gaan we naar die hendel toe en dan... denken we een plan. Bob? Hoor je me nog? Bob? Oh mijn god, volgens mij is Bob zijn brein officieel overgenomen, jongens. Ik denk dat Bob klaar is. Het virus... oh mijn god. Oh mijn god, het is donker. Ja, het virus heeft hem te pakken. Oh jee, wat is er gebeurd? Oh mijn god, jongens. Ik weet niet wat ik moet. Het is zo duister hier. Oké, we gaan proberen Bob nog te redden. Bob, hoor je me nog? Bob? Oh mijn god, jij bent geen Bob. Nee. Jee. Loop jij maar eventjes mee. Waar zijn we, Frederik? Waar heb je me mee naartoe gebracht? Ik herken het soort van, dit gedeelte, dit maar het is te donker. Dit ken je wel. Maar hoezo heb je het zo donker gekregen? Waarom zie ik altijd zo weinig door jou? Dat vertel ik lekker niet. Loop maar even mee. Nee, maar wat is... wacht even, wat is er met Bob gebeurd? Wat is er gebeurd? Er is van alles gebeurd. Er is te veel gebeurd. Door jou. Jij hebt dit veroorzaakt. Ik wil het alleen maar tegengaan. Jij veroorzaakt het virus. Bob die zat alleen maar goede dingen te doen en een tegengif te maken, weet ik voor wat. En nu heb je hem verpest. Nu is hij net zoals Frank, is hij gewoon opgeslokt door het virus. Net als jij straks zal doen. Net als iedereen straks zal doen. Nee. Ik ga echt nog liever weg uit de stad. Nooit meer terugkomen nadat ik het virus mij besmet en dat ik gewoon opgegeten word. Dat zou te simpel zijn. Het is nu niet meer te stoppen. Ik heb mijn plan voorbereid, zorgvuldig. En het is uitgekomen hoe ik het wilde, precies. En dat ga ik je laten zien. Hoezo, dat ga je me laten zien? Jij kent trouwens wel waar we zijn. We zijn hier bovenop mijn kasteel. Dat klopt, ja. En ik ga het je laten zien. Wat ga je laten zien? Ik heb alles al gezien. Ik heb het stomme hart van je gevonden. Ik heb het virus heb ik gezien. Oh mijn god, ik hoor een kat de hele tijd. Het is donker. Ik wacht even. Oh mijn god, waar ben je? Huh? Hier? Oh, daar ben je. Ga hier maar staan. Wil je laten zien? Wat moet ik zien? Je gaat me niet naar beneden gooien, toch? Zeker niet. Oh, maar ik zie letterlijk niks. Wat gebeurt er? Wat ga je laten zien? Oh mijn god, jongens. Wat gaat er... Wat is dit, jongens? Het is zo duister. Ik zie niks. Ik hoor bliksem. Oh mijn god. Nee. Frederik. Waar ben je, Frederik? Nee. De hele stad. Nee. Au. De hele stad is besmet. Het is helemaal paar. Wat heb je gedaan? Hoezo? Frederik, kijk hoe lelijk het eruit ziet. Nee. Ik zei dat het ging lukken. Maar hoe is dit ineens zo snel gegaan? Dit was letterlijk van gisteren was dit er allemaal nog niet.
Oh, mijn god, het is zo erg geworden. De bank, de hele pier, alle huizen van iedereen. Oh, wat erg. Hoezo heb je dit gedaan? Wat hou jij hieruit? Dat heb ik je al eerder verteld. Ja, dat... Maar gast, arme Bob, arme Frank, arme iedereen. Zijn er nu nog meer mensen besmet? Wie weet. En anders gaan we toch al komen. Waar zijn trouwens mijn spullen? Wat heb je daarmee gedaan? Die zijn ook weg. Welke spullen? Ja, gewoon mijn spullen. Ik had letterlijk, toen ik jou bij dat hart vond, had ik mijn spullen. Weet je, ik ga gewoon... Je weet dat ik dit nog kan stoppen, hè? Zeker niet. Het zo niet. Te stoppen. Het, ja, oh mijn god, ja, het punt, jongens. Het is wel echt heel erg geworden. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. Het is overal en nergens. Kan ik deze sprong halen? Nee. Oh, ik heb geen spullen. Dan ga ik dood. Dat wil ik ook weer niet. Oh mijn god, de zon gaat ook onder, jongens. Het wordt alleen maar duisterder en duisterder. Frederik, jongen. Hoe kan je dit doen? Hoe kan je dit tegenover de stad doen, de mensen? Ik heb je nooit gemogen. En nee, jij mij ook niet. Nee, dat snap ik. We hebben elkaar nooit gemogen. Dat snap ik. Maar kom op, hé. Jongens, dit is echt... Ja, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. Wat dus ga je nu met mij doen? Van alles. Van jij alles? Hetzelfde als Bob, als Frank. Als de rest. Nee, oprecht. Nee, dan ga ik liever weg. Kan je me niet gewoon wegsturen? Dan accepteer ik. Dan mag je het allemaal hebben. Dan ga ik, leef ik wel op het platteland of zo. Nee, dan ben je er nog steeds. En dat wil ik helemaal niet. Hallo. Sorry dat ik stoor. Fred. Wat is dit nou weer? Fred, wat doe jij hier? Hallo, Fred, je bent ongedeerd. Oh mijn god, wat doe je daar? Laten die bewakers hier er niet langs. Ik heb hier zo geen zin in. Nee, dat is... Dat, ja, op zich... Ik, misschien nee, enigszins ik mag wel. Er niet langs, maar ik wil naar mijn kamer. Oh, Frederik, kom op. Je moet wel voor je gasten zorgen, hè? Nee, ik heb die kamer gegeven. Oké. Blijf hier staan. Ten koste van alles. Als je dat niet doet, dan zal ik zwaaien. Nee, dat zal... Dan zal je zwaaien, ja. Dan zwaaien we tot ziens. Wat dacht je daarvan? Nee, moment. Ik kom er zo aan. Tot zo, Max. Tot zo, Fred. Oh mijn god. Oké, jongens, ik denk dat dit mijn moment is. Ik denk dat dit moment is. Frederik zei dat ik niet weg mocht. Maar hoe gaan we dit doen? Dit is te hoog. Dan ga ik dood. Dat heeft hij door. En dan span ik waarschijnlijk gewoon op een plekje waar hij wil dat ik span. Ah, oh, het is slim dat hij dit heeft uitgekozen. Er staan bewakers natuurlijk overal in het kasteel. Dus daar kunnen we niet heen. Oh mijn god, ik moet ontsnappen. Ik moet weg hier. Ik moet nu weg hier. Dit is mijn moment. Dit is mijn moment. Kan ik hier ergens? Oh, ik kan daarin landen. Oeh, dat is wel een gevaarlijk sprongetje. Maar als ik het red. Als ik dat red, jongens, dan ben ik weg. Oeh, daar gaan we. Ja! Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Oh mijn god, het virus is overal. Kan ik hier in het water springen? Nee, dan kom ik er niet veilig uit. Het water is denk ik ook niet meer te vertrouwen. Weg hier. Oh nee. Oh mijn god, ik mag niks aanraken van dit virus. Hoe ga ik dit doen? Oh, hier. Kijk. Oeh, dit is heel gevaarlijk. Oké, jongens, even voorzichtig. Voorzichtig moet ik hier even omheen. Ik moet hier helemaal omheen. Oh, het kerstgedeelte is nog niet beschadigd. Dit ziet er nog kerstachtig uit. Oké, jongens, hoe ga ik daar komen? Ik weet dat ik hier door de winkel van Rick kan. Die is natuurlijk nog niet open, maar dan moeten we er maar even doorheen. Is er een trap naar beneden? Er is gewoon geen trap naar beneden. Dat meen je. Dat meen je. Ik moet ergens snel schuilen voordat Frederik me vindt. Ik ga naar Fiona toe. Ik moet even een kansenberekening krijgen. Oh mijn god, ik heb nog nooit zo gevaarlijk gehanteerd met het virus. Ik heb geen eten meer. Oké, dan kunnen we hier landen. Zo. Lopen we door dit huis. Hier is de trap naar beneden. Oh, wat is hier allemaal gaande? Wat gebeurt hier allemaal? Dit is allemaal Halloween dingen nog. Oké, ik heb eten nodig. Oké, jongens, het is zo vervelend om hier te lopen. Ik heb gewoon geen eten telkens. Dus ik moet eigenlijk even een plekje vinden waar ik wat eten kan regelen. Of even kan pakken. Misschien in een van de huizen. Maar die zijn allemaal stuk voor stuk. Zijn ze afgesloten? Oh, het is zo erg dit. En Frederik mag het niet doorhebben. Dus ik moet eigenlijk ook weg hier. Oh mijn god, hier zijn aardappolletjes. Die gaan we even pakken. Kan ik die pakken? Nee, hoezo niet? Ik kan ook niet meer sprinten. Dat is zo vervelend. Oh, een ender chest. Oh, eten. Ik neem de golden apples, neem ik gewoon even. Kijk, dan kan ik weer sprinten. Dan ben ik even wat sneller. Zo. Was ze hier? Zag ik dat nou goed? Oh mijn god. Is Fred er ook? Maar die was net al boven. Oh, dat betekent dat Frederik ook weer klaar is. Dat hij sowieso naar me op zoek is nu. Oh, dit gaat een eng sprongetje worden. Ik ben nog nooit zo dicht bij het virus geweest. Ik heb jullie hulp nu nodig. Fred? Hallo. Fred. Oh ja. Mijn god, hoe kom jij hier zo snel? Hoe ben jij zonder het virus aan te raken hier terechtgekomen? Ik ben een robot, ik kan daar overheen. Oh, daar heb ik niet eens over nagedacht natuurlijk. Maar wat zei Frederik? Had je Frederik nog gezien? Want ik ben ontsnapt van hem. Ja, ik wat moet nu plotseling huur betalen. Plotseling huur betalen? Ja. Oh mijn god, ja, de stad is helemaal verpest. Maar we kunnen dit nog redden. Fiona, ik kom hier. Ik ben hier speciaal voor jou naartoe gekomen. Ik wist niet dat Fred hier ook zou zijn. Fiona? We hebben een date. Jullie hebben een date? En waar is de date, zeg maar? Hier. Lekker knus. Fiona, kijk me eens aan. Wat is er met Fiona aan de hand? Oh. Laden, compleet. Oh, je was aan het laden. Hey Fiona. Ja.
Waarmee kan ik je helpen? Oké, ik heb een paar vragen. De stad is helemaal verpest. Hoe lang duurt het voordat de complete stad nog echt helemaal klaar is? Dat het nergens meer veilig is? Hoe lang duurt dat? Dit ga ik uitrekenen. Oké. Laden. Compleet. Oké, en hoe lang? De totale tijd is 6 uur en 20 minuten. 6 uurtjes maar en dan is de hele stad opgeslokt. Ja. 6 uur! Dat is niks. Maar, oké, het goede is, het ding gaat zijn. Er is een manier hoe we dit kunnen counteren, jongens. Er is een manier hoe we het virus kunnen bestrijden, aan kunnen zetten. Of het kunnen bestrijden met een tegengif. Alleen dan moeten we in het ziekenhuis terechtkomen. Dat is een beetje het ding. Dat is de oplossing van Bob. Ja, Bob. Alleen het ding is, Bob heeft het helaas niet gered en is opgeslokt door het virus en is nu ook een of ander monster geworden. Ja. Maar ik moet bij het ziekenhuis terechtkomen en dan moeten we daar een hendel overhalen in de ruimte. Die quarantaineruimte, weet je. Maar het gaat ten koste van een leven. Van het persoon die hendel overhaalt zal nooit en te nimmer daar levend vanaf komen. Dat helpt. De kans op die uitkomst is 0,0%. 0,0% kans dat je daar levend uitkomt. Dat klopt. Als je die hendel overhaalt, oei, ja, dan is het helaas. En ook, is er een kans dat ik zou respawnen als ik dat doe in Minecraft? Nee? Nee. Geen kans om te respawnen? Nee. En stel, Fred zou het doen, die is een robot, dat is natuurlijk niet echt een leven. Zou hij eruit kunnen komen? Nee. Ook niet. Nee, jij? Nee. Nou, jij bent waarschijnlijk ook niet eens capabel om een hendel over te halen. Ik weet niet hoe. Nee, exact, weet je. Maar ik weet het wel. Zal ik het doen? Hoezo? Nee, Fred. Hallo, ik ga jou niet opofferen. Dan gaan we liever met z'n allen dood dan dat ik jou opoffer om het virus te bestrijden. Dat jij die hendel overhaalt en dat jij dan doodgaat, weet je. Dat gaan we niet doen. Waarom niet? Nou, dan ben ik je kwijt. Ik ben je al eens kwijt geweest en dat ga ik niet nog een keer laten gebeuren. Ja, maar waarom? Maar waarom wat? Ja, Fred, dan ga je... Ik kan de wereld redden. Ik snap dat je de wereld kan redden. Dan ben ik super Fred. Dan ben je super Fred. Ja, dat snap ik, Fred. Maar kom op, hé. Denk even over, de stad kan niet zonder jou. Dan is het virus weg en worden alle blokken weer groen. En ik doe alles voor groen. Je bent Fred. Ik hou van groen. Ik ben Fred. Dat snap ik, Fred, maar dat kunnen we niet doen. Oké, jongens, jullie moeten even nu in de reacties achterlaten. Wat moet ik doen? Moet ik zorgen dat... Moet ik de hendel overhalen? Ja, ik wil het niet Fred laten doen. Ik doe het wel. Nee, Fred, je gaat... Fred, hallo. Nee. Hey. Oh, Fred. Fred, waar ga je heen? Zo. Oh, pas op het virus. Fred, ja, jij kan er overheen. Nee. Nee. Oh mijn god, hij wil die hendel overhalen. Hoe ga ik dit doen? Nee, ik moet hem stoppen. Oh, dit is niet leuk. Ik wil het virus niet aanraken. Fred! Oh mijn god, hij gaat echt het ziekenhuis in. We moeten hem snel stoppen, jongens. Ik wil niet dat Fred nu die hendel overhaalt. Dat wil ik niet. Fred! Kom hier! Ik kan het... Je gaat niet die hendel... Kom eens hier, Fred. Nee. Oké, jongens, ik moet een manier vinden om daar binnen te komen. Hoe ga ik daar... Ik denk dat ik hier overheen kan springen. Kan ik hier overheen springen? Ik ga het gewoon doen. In de lianen. Oké. En dan? Kan ik hier omhoog? Hoe ga ik daar komen? Weet je wat? Ik heb een idee. Jongens, ik ben Big Brain hierin. Let op. We doen die. Zo. 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 Ja. Oh, kijk, we zijn binnengeklommen. Oké, oppassen. Oh, mijn god. Het hele ziekenhuis is kapot. Ik moet echt oppassen voor elke stap die ik zet, jongens. Dat ik niet... Fred, terugkomen. Kom hier. Je gaat niet... Nee, je gaat die hendel overhalen. Ik wil Fred niet verliezen. Dat gaan we niet doen. Zeker niet nu ik in het ziekenhuis ben. Ik wil daar niet zijn als die hendel wordt overgehaald. Of ik wil de enige zijn die er is. Oh, mijn god. Oh, wat gebeurt? Wat is hier allemaal gebeurd? Het lijkt wel het politiebureau. Fred. Oh, mijn days. Fred. Nee, Fred, dat ga je niet doen. Je gaat niet die hendel overhalen. Ik weet dat de stad redt, maar niet ten koste van jou, oké? Oh, de intercom heeft waarschijnlijk niks gehoord van wat ik zei. Fred, open dat glas eens. Hallo, open dat glas eens. Dat kan niet. Hoezo niet? Je gaat dit niet doen. Ik wil je niet verliezen. Je hebt hem ook open gekregen, toch? Ja, open wel, dicht niet. Oh mijn god, je gaat niet dit doen. Wacht, weet je? Hier, ik heb die intercom in mijn handen. Fred, dit gaan we niet doen. Waarom niet? Je gaat, alsjeblieft, haal niet die hendel over. Waarom zou je dat doen? Dan is alles groen, ik weet het, maar dan zal jij nooit meer groen zien. Ik ben gemaakt om mensen te helpen. En ja. Ik vind het fijn om wat te doen voor jou. Ik heb een leuke tijd gehad in deze stad. Ik kreeg alles wat ik wilde. En nou doe ik wat terug voor jou. Ik hou van groen. En dit is hoe ik de wereld groener dan groen krijg. En misschien ben ik...
zodanig robot dat ik nog wel overleef. Fred, er is geen kans dat je dit gaat overleven. Misschien wel. Er is echt geen... Nee, geen mogelijkheid. Ik heb daar Fiona gevraagd. Die heeft de kansberekening gedaan. 0,0000. Gewoon, klaar. Ook voor jou. Wie weet is de kans een keer aan onze kant. Ik wil het doen voor jou, voor mij en voor iedereen die mij heeft geholpen en gesteund. Fred, nee. Niet naar die hendel toe. Fred, blijf je staan. Je was mijn allerbeste vriend, maar... Fred, doe nou niet zo. Doe nou niet zo, Fred. Alsjeblieft, ik smeek het je. Fred! Alsjeblieft, Fred, kijk me aan. Doe het niet. Nogmaals, bedankt voor de leuke tijd. En ik ben Fred en ik hou van groen. Nee, Fred! Nee! Fred! Doe nou niet! Daar gaan we in 3. Nee. 2, stop. Hoe kan ik dit stoppen? Nee, 4, Fred. 3, doe alsjeblieft 2, niet. Stop. Nee!